Ja, voorzitter. Onder 10 hebben we een wijziging voor de lijst met controversieel verklaringen. Dat is een beetje een bizarre brief, want deze motie is aangenomen na de val van het kabinet om dan toch het pakket arbeidsmigratie uit te voeren. En dan zou een motie die aangenomen wordt na de val van het kabinet om tenminste nog iets te doen aan de perk van arbeidsmigratie controversieel verklaard worden, zodat we er vooral niets aan doen, zodat we campagne op kunnen voeren. Dat lijkt me een beetje bizar. Dit had hier nooit op moeten staan. Dus daar een hoofdelijke stemming over het voorstel.